Welcome to the press conference with Netherlands head coach Ronald Koeman and defender Stefan de Vrij. We'll open with questions from the floor, of course. Please wait for the microphone. And before introducing yourself, can I... I've just realised I can hear a translation in the room. Has somebody got their phone on loudspeaker, perhaps? I know it's coming from the... Excuse our technical difficulties. I think we're safe now. First question, please. No. Exceler. Ik moet afsluiten. Het is te laat. I can still hear it in. Does anybody need German translation for this? maybe we can kill the German channel. Let's proceed the best we can. Microphone, please. Maybe it will be good for the final then. Could you, gentleman in the front here? Goedenavond, beiden. We gaan morgen sowieso wat soepeler allemaal. Ronald, dit is de laatste wedstrijd, de laatste groepswedstrijd, de beslissende. Die wil je uiteraard gewoon winnen, neem ik aan. Maar kan het zo zijn dat je tijdens de wedstrijd kijkt naar een bepaalde aanpak en dat je kijkt naar Frankrijk, dat je kijkt naar het schema, dat je daar met dat soort dingen rekening houdt? En voor Stefan, gelijk maar even door, je treft morgen Arnautovic. Wat voor een ontmoeting wordt dat en wat voor ploeg verwacht je sowieso? Eerst maar even Ronald. Nou, we proberen gewoon te winnen en eerst in de groep te worden. Dat is het liefste wat we willen. Qua aanpak, dusdanig goed spelen dat we gaan winnen. En we weten dat het een zware wedstrijd wordt. Omdat Oostenrijk zeker niet te onderschatten is. Ook niet in de manier waarop ze spelen. Waarop ze een tegenstander onder druk proberen te zetten. Dus we zullen absoluut heel goed en heel scherp en geconcentreerd in ons balbezit moeten zijn. En de juiste keuzes maken op het juiste moment. Ja, dat wordt een hele leuke ontmoeting, omdat ik ook een erg goede band met hem heb. Hij spreekt ook goed Nederlands, dus ja, het zal een heel leuke weerzien zijn. En ja, voor Oostenrijk, ja, we hebben daar goed naar gekeken en we zien dat hij met heel veel intensiteit speelt, heel veel pressing. En ja, daar hebben we veel besproken en daar zijn we goed op voorbereid. Goedenavond, heren. Vraag aan Ronald. Is er noodzaak om morgen qua belasting, qua fitheid nog sommige spelers te sparen? En daarop volgend, hoe is het met Joshua Zirkzee? Met Joshua is het redelijk goed. Hij is apart van ons afgereisd hier naar Berlijn. Kom een beetje in de war met alle dagen, maar het is maandag, dacht ik vandaag, ja. Gisteren had hij lichte koorts, heeft niet getraind. Ook vanochtend nog niet, maar voelde zich al beter, had geen koorts meer en we beslissen morgen vroeg of hij fit genoeg is om op de bank plaats te nemen. En verder geen andere spelers? En verder geen klachten, nee. Next question, please.
Ronald, het is de afgelopen dagen ook best veel gegaan over Memphis na de wedstrijd tegen Frankrijk. Je sprak vrij uitgebreid met hem de dag na de wedstrijd op de training. Wat voor gevoel heb je bij hem? Kan het omslaan nog? Nou, goed gevoel. Want ik denk dat hij zeer zeker een speler is die zelf kritisch is. Hij was ook niet tevreden over zijn wedstrijd. Hij vindt ook dat het beter moet en kan. Maar hij heeft wel een verleden natuurlijk van blessures. Dus ik had ook niet verwacht dat hij al in zijn topvorm zou zitten voordat het toernooi begon. Maar dat het beter moet, dat is wel duidelijk. Ronald, heel andere tegenstander natuurlijk. Vraagt dat ook een ander team vanuit jullie gezien? Nou, nee, niet een ander team. Ik denk wel dat je een aantal aandachtspunten anders hebt. Omdat het een tegenstander is wat volle bak druk zet. Wat na 1-1 gaat. Dus daar draag je oplossingen voor aan. Dat hebben we ook getraind. En nou, dan moet je zorgen dat ze juist niet in hun eerste, wanneer ze druk zetten, dat je daar tekort wil spelen, balverlies leidt, want dan slachten ze je. Want dat zit wel in dat team. Dus daar zullen we heel goed mee om moeten gaan wanneer we het wel kunnen. En wanneer we meer een lange bal moeten spelen om onder die druk uit te komen. En in principe doen zij dat. Dus ik ga er ook wel vanuit dat ze dat morgen doen. Ronald, het gaat natuurlijk nu de hele tijd over Oostenrijk en Ranjik en die gegenpressing en zo. Wat vind jij eigenlijk als trainer van heel die Red Bull school? Kan je dat bekoren? Of, nou, het kan me zeker bekoren, omdat het een aanvallende manier van voetballen is. Die tegenstanders niet rustig laten opbouwen. Dus intensiteit is heel hoog. Het is bij momenten ook altijd risicovol als je in een grote ruimte op 1-1 speelt. Dus daar moet je een goede balans in zien te vinden, vind ik. Maar het is iedere wedstrijd van Oostenrijk is leuk om naar te kijken. En sowieso vind ik dit EK geweldig om mee te maken. Niet alleen vanwege ons support wat wij in Nederland krijgen bij de wedstrijden, dat is geweldig, maar ja, ik word wel vermaakt door 9 van de 10 wedstrijden die ik gezien heb. En dat komt ook door ploegen zoals Oostenrijk. Ronald, wat is dan het dilemma bij? Je zegt het moet wel beter bij Depay. Maar hoe lang is dat wachten dan voor een coach? Nou, het is voor mij niet een discussiepunt. Dus hij speelt gewoon? Ja, hij speelt, ja. Oké. En gaat hij dan een bepaalde opdracht? Want je kunt ook zeggen. Iedere speler krijgt een opdracht. En wat je veel ziet in het voetbal is natuurlijk dat de aanvallers eigenlijk altijd gewisseld worden. Dus je, bij spreken, speel je een uur helemaal leeg en dan word je gewisseld van een ander. Nou ja, de wissels normaal gesproken zijn vaak, wat jij zegt, voorin en minder achterin. Maar het is niet eigenlijk een speler waarvan ik denk van die speelt geen 90 minuten. Maar oké, Polen was een wedstrijd waarin ik vond dat we iets anders moesten gaan doen in de laatste fase met Wout. En dat vond ik ook op basis van de wedstrijd tegen Frankrijk. Maar het is ook wel een speler en dat is vaak de twijfel die je hebt, die natuurlijk uit het niets. Het is niet voor niets dat hij uiteindelijk topscorer wordt van Nederland. Dus ja, dat heb je ook altijd in je achterhoofd. En dat zijn dan soms moeilijke keuzes wat je doet. Of je laat hem staan of je haalt hem eruit. Ronald, je bent nu een tijdje op streek in je eerste eindtoernooi eigenlijk als coach. Hoe ga je om met hoeveel aandacht geef je aan de basisspelers en hoeveel aan de wissels? Heb je daar voor jezelf een soort evenwicht in gevonden of moeten vinden? Of hoe werkt dat? Nou, dat doen we eigenlijk met de gehele staf. We hebben met Erwin, met Dwight, met Michael. Ja, en het verdelen we onderling. Om ook met name de jongens natuurlijk die
die niet spelen of niet starten. Laat ik het zo. Die niet starten. Om aandacht te geven. Ik vind ook dat je als hoofdcoach daar echt ook energie in moet stoppen. Want we doen het met elkaar en je wil dat zij iedere dag, ondanks dat er teleurstellingen zijn natuurlijk bij spelers die dan niet starten, wil je toch dat ze maximaal trainen, dat ze klaar zijn voor het moment als je een beroep op ze doet. En dat is niet altijd makkelijk en dat is ook begrijpelijk. Hè. Je zit met 26 spelers, het is een langere periode dat je met elkaar bezig bent. Er zijn altijd momenten dat er misschien een stukje irritatie is, maar... En dat is ook de reden geweest dat we aan de voorkant natuurlijk toch zoveel mogelijk duidelijkheid heb geschept naar spelers toe. Maar het is ook duidelijk zo dat je gedurende het toernooi, dat er natuurlijk ook momenten zijn dat je daar nogmaals aandacht aan geeft. Ronald, goedenavond. Je vertelde net al dat je al heel veel wedstrijden hebt gekeken en dat je erg aan het genieten bent van het EK. Welke wedstrijd of welk team springt voor jou het meest bovenuit en waarom? Ja, dat is op basis van twee wedstrijden. En sommige landen hebben er drie gespeeld. Ja, ik ben ook wel weer onder de indruk van Zwitserland, moet ik zeggen. En door de prestatie natuurlijk met name gisteravond tegen Duitsland. Maar ja, Spanje is natuurlijk een land wat superleuk voetbal en mooi voetbal speelt. Zoals ze speelden tegen Italië. Maar het voetbal is een raar spelletje. Het kan ook zo ineens weer anders zijn. Maar ik heb ook Turkije gezien, Albanië. Ik heb niet één wedstrijd gehad waarvan ik dacht... ik heb het niet leuk gevonden. Want ik vind dat heel veel ploegen best aanvallend spelen... En enthousiast naar voren toe. Maar Portugal, ja, ik kan wel doorgaan. Er zijn zoveel goede, sterke landen. En daar zijn wij ook één van. Ronald, zou je ook niet graag in de bovenste helft van dat schema zitten? Of dan? Of zit je liever in de onderste helft? Ja, ik heb wel een beetje in mijn hoofd zitten wat het eventueel kan worden, maar... Ja, dat kan ook zo ineens zijn dat een Engeland, een België, misschien ook zelfs niet één in de pool gaan worden. Dus ja, het is afwachten. Ik denk gewoon dat je... We willen winnen morgen, we willen eerst in de pool worden. En anders tweede. De derde plek is, laat ik het zo zeggen, de minst gunstige voor de rest van het toernooi. Ja. Over Depay, is het fysiek verantwoord om hem drie wedstrijden in zo'n korte tijd te laten spelen? En past hij wel bij het spelletje als je snel onder de druk uit moet met de lange bal? Past hij daarin? Hij past niet bij een lange hoge bal. Daar past Wout beter in. Maar het is wel een aanspeelpunt. Hij is sterk en dat hebben we ook besproken. Daar moet hij ook heel vast in zijn als hij de man is die balbezit houdt. En je hebt snelheid voorin en je hebt aansluiting vanaf je middenveld, dan is hij ook heel erg belangrijk. En hij heeft natuurlijk de actie voor de goal te maken. En het is geen fysieke kwestie. Ik denk dat het heel lang geleden is dat hij dusdanig fysiek goed is zoals hij nu is. Dus dat is absoluut geen reden om niet met hem te beginnen. Stefan? Ik begrijp de hele tijd dat de sfeer in de groep goed is, maar dat jullie elkaar ook de waarheid durven zeggen. Wat kan een ploeg zeggen tegen Depay bijvoorbeeld, om hem beter te laten functioneren? Ja, allereerst kan ik dat inderdaad bevestigen. Het is een heel goed gevoel. We brengen natuurlijk heel veel tijd met elkaar door. Dus ja, als er onderling een goede band is, dan is het ook makkelijker om elkaar dingen te zeggen. En we hebben ook met de groep alleen gezeten en zijn er dingen uitgesproken. En, maar goed, wat daar gezegd wordt, dat blijft natuurlijk tussen ons, dat lijkt me duidelijk. Ronald, kun je als bondscoach dan iemand met ervaring, zoals Depay, die zijn eigen lijf kent, die weet ook dat het beter moet, dan nog helpen met meer dan een gesprek? Is het een trainingsvorm? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, ik denk dat je als trainer in de algemene zin altijd
spelers probeert te helpen. Spelers die of beter kunnen en beter moeten. Om ze dusdanig in situaties te brengen dat ze daarin groeien, dat ze vertrouwen krijgen. Ik geloof niet dat het gebrek aan vertrouwen voor Memphis een probleem is. Ze overtuigen van zichzelf. Dus je probeert ook aan te geven dat hij gewoon een heel belangrijke rol in dit elftal heeft. Omdat het ook een speler is wat normaal gesproken meer waarde voor dit elftal heeft. Want zonder een goede Memphis zullen we het moeilijker krijgen om ver te komen. Laat ik het zo zeggen. Omdat het ook niet voor niks de aanvaller is die qua rendement erg hoog is. Dus het elftal heeft hem nodig en hij heeft ook het elftal nodig, dat hij ook op de juiste momenten wordt ingespeeld. En dat er altijd mensen onder zitten. Dus ja, daar praat je over. Dat doe je in trainingen, dat doe je in een persoonlijk gesprek. En uiteindelijk ligt de bal altijd bij de speler. Hoi, Ronald. Mijn vraag ging eigenlijk over dat laatste wat je nu zegt. Want Memphis zelf gaf aan na die wedstrijd dat hij ook wel wat ondersteuning had gemist, dat hij zich vaak wat geïsoleerd had gevoeld. Hoe kun je dat oplossen en wie moet dat oplossen? Nou ja, volgens mij in het antwoord van net zit al hoe je dat kan en moet oplossen. Dat je op het juiste moment moet hij vrijlopen. Hij moet ook diepte zoeken, niet alleen in de bal. Dat moet een afwisseling zijn en daar moeten spelers zich ook van bewust zijn. En hem zoeken op het juiste moment. En de aanvaller moet ook aangeven wat hij wil. En dat van beide kanten kan en moet dat beter. Stefan, je hebt natuurlijk ook samen met de man naast je gewerkt bij Feyenoord. Zo'n 10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden. Kan je zeggen hoe hij in de tussentijd is veranderd? En dezelfde vraag voor de bondscoach. Hoe u denkt dat u bent veranderd? Nou, in grote lijnen denk ik als persoon niet heel veel veranderd. Maar ik denk vooral als coach enorme stappen gezet. Veel ervaring natuurlijk bij Barcelona gecoacht. Natuurlijk een van de grootste clubs ter wereld is. En ja, ik denk vooral in de communicatie naar zijn spelers toe, individueel gesprekken, maar ook in teamverband duidelijk maken wat hij wil. En zie ik daar enorme stappen. Vroeg je mij nu om iets over Stefan te zeggen of iets over mezelf? Moet dat? Nou ja, een trainer zijn is een ervaringsvak. Nou ja, en als trainer loop je wel eens klapjes op. Dat je normaal gesproken overkomt dat iedereen wel. Ja, dan moet je even je mond houden en dan sta je weer op. En dan zoek je weer een uitdaging. En die heb ik nu. En het is duidelijk dat je groeit als trainer met de ervaring die je in de loop van de jaren krijgt. En dan is steeds belangrijker dat je, en zeker met een groep van 26, dat je, ja, dat het niet alleen gaat om de juiste aanname, maar dat het ook wel gaat om hoe hou je een ploeg, hoe hou je 26 spelers bij elkaar. Ja, daar heb ik wel ook wel met wat je natuurlijk in je omgeving, in je familie, ja, dan denk ik ook wel dat je groeit als persoon. En als je met heel veel goede spelers werkt, die hoef je niet te leren voetballen, maar soms moet je wel zorgen dat ze wel samen spelen. Goedenavond. Het was een bijzondere dag vandaag, want na 59 jaar ging het Nederlands elftal weer een keer met de trein. Voor de bondscoach, ja, hoe was dat? En in het kader van een groenere wereld gaan we dit de komende jaren vaker zien, oranje met de trein? Nou, het aan mij ligt wel, want de reis was korter dan eventueel met een bus. Maar ja, als je afhankelijk bent van de reguliere trein, ja, dan kun je niet zeggen wanneer je wilt afreizen. De ene keer wel, dat kon vandaag wel, omdat we kiezen om de laatste training in Wolfsburg te doen. Maar we kunnen niet terug, want er rijdt geen trein. Dus Duitsland wilde daar een duurzaam EK van maken, maar is daar niet helemaal in geslaagd. Want we kunnen niet terug met de trein.
En vanuit Engeland is het, dus ik had het met Stefan over, met Milaan, Inter doen ze ook wel uitwedstrijden. En in Engeland is dat ook wel gebruikelijk, dat je met de trein gaat. Want kun je af en toe nog even je benen strekken, nog even heen en weer lopen. En het gaat sneller. Dus wat mij betreft, zoals we vandaag hier zijn gekomen, is dat perfect. Dank u wel. Michael Ferber, Berliner Morgenpost. Guten Abend. Eine Frage an Herrn de Vries. Die Niederlande tritt ja grundsätzlich immer auch als einer der Mitfavoriten auf den Titel an. Wie groß ist die Erwartungshaltung tatsächlich in der Heimat? Und eine Frage an Herrn Koman. Ist es vielleicht ein kleiner psychologischer Vorteil, dass das Turnier in dem Land stattfindet, in dem Oranje den bislang einzigen Titel gewonnen hat? Hat jemand vertalen? Ik heb het begrepen. Ja, ik kan het niet meer halen. Ik hoor nu niks meer. Nou, het is geen psychologisch voordeel dat we als Nederland ooit een EK hebben gewonnen. Ik denk niet dat Oostenrijk daar wakker van ligt dat ooit 88 Nederland kampioen is geworden. Dus ik geloof niet dat meespeelt. Dus dat was mijn vraag, Stefan. Heeft u ook mijn vraag meegekregen? Of, kun je me vragen of u hem kan herhalen? Sorry? De verwachtingen vanuit Nederland over het toernooi. Nou goed, ik denk dat u die vraag beter aan de journalisten hier kunnen vragen wat de verwachtingen zijn. Ik bedoel, daar zijn we ook niet heel erg eerlijk gezegd mee bezig. Wij focussen op onszelf. En hoe wij maximaal kunnen presteren en wat de mensen vinden, wat de mensen van ons verwachten, daar proberen we ons zoveel mogelijk van af te sluiten. Last question, please. Hi, Ronald. Iván Manzano from Radio Nacional de España. Now you are leading the group with 4 points. Even with a defeat, it's probably that you are classified. Tomorrow is a tie, an option, if in the last minutes is the game equalized? First of all, we like to win the game. Of course, we know that by a draw, we will be first or second in the group. That's the preference of the Dutch national team. But first of all, we play to win the game tomorrow. Thank you very much indeed.